Zondagmorgen kreeg de burgemeester van Moerbeke de CD-ROM van zijn gemeente overhandigd. Ivan Goossens verzamelt al enkele jaren alle informatie over Moerbeke. Die bundelde hij dus in de CD Moerbeke Interactief. Daarop staat informatie over Moerbeke en haar inwoners van 1500 tot vandaag. Je kan zelfs een heuse wandeling maken door de straten van de gemeente. Wie een bezoekje wil brengen aan Moerbeke hoeft dus niet langer zijn huis te verlaten. 11 jaar geleden maakte Ivan Goossens een familiestamboom. Hij ontdekte de mogelijkheden van het internet en wou iedereen laten meegenieten. Het idee groeide om de geschiedenis van Moerbeke en zijn mensen op CD-ROM aan te bieden. Goossens kreeg de medewerking van het gemeentebestuur, verzamelde een groep medewerkers en ging aan de slag. Zondag stelde hij het resultaat voor, een medium dat voor elk wat wils biedt. Het mooie ervan is, alle postkaarten, er zijn verschillende mensen die postkaarten heeft, maar er is niemand die het totale overzicht heeft. Dat is maar een voorbeeld dat ik geef. Maar nu geeft Hans Moerbeke het overzicht van alle postkaarten, plus de verzamelaar zelf ook. Die zegt, hey, die postkaart heb ik nog niet. De archieven en dergelijke, alles wordt nu vastgelegd en ook verspreid. Stel dat er ergens een archief zou afbranden, we hebben het veiliggesteld via onze cd. Maar het schijfje doet meer dan dat. Zo zie je Fons de Floor in 1938 een plaatselijke wielerwedstrijd winnen. Maar het mooiste is wel de virtuele wandeling door de gemeente. Je loopt door de straten en kan ook zien hoe een plekje er vroeger uitzag. Een wandeling door het heden en het verleden, interessant voor de bewoners. Maar ook de academische wereld is blij. Het is dus een initiatief waarmee dat zowel het lokale geheugen wordt bewaard en wordt ontsloten voor verder onderzoek. En ik denk dat de academische wereld dit alleen maar kan ondersteunen. Omdat als er mensen zijn die dichtbij de bronnenmaker staan, dat het wel de lokale historici zijn. En dat we die band alleen maar sterker moeten aanhalen. Dus ik denk dat dit initiatief een stap in de goede richting is. En er volgen nog meer stappen in die goede richting. Ivan Goossens en zijn team graven verder in het verleden. Tegen begin 2003 hopen ze een tweede cd te kunnen aanbieden die nog meer informatie over Moerbeke en haar inwoners bevat.